Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar mijn eerste commentary op mijn tweede channel van Call of Duty 4. Ik speel een team deathmatch op Crash. En waarom nou Call of Duty 4 en geen Modern Warfare 3 of Modern Warfare 2? Nou, Modern Warfare 3 komt eraan, maak je niet druk. Maar ik wil eerst Call of Duty 4 doen, omdat mijn eerste commentary op mijn main channel ook Call of Duty 4 was. En dat werd nogal een heel grote faal, want het enige wat ik zei was Heel irritant. En daarop wou ik dus revenge nemen. Laten zien dat ik toch wel van shooters en vooral van COD toch wel commentaries kan maken. Maar in het begin ging ik dus met de M4. Dat blijft nog steeds een van mijn favoriete wapens uit Call of Duty 4. Heeft weinig recoil en de red dot sight is awesome. Maar in ieder geval, ik knipte er een paar stukjes uit zoals je hier zag. Ik knipte er de saai stukjes uit. Want het is niet echt leuk om te kijken naar mij 30 seconden zien lopen en helemaal niks doen. Maar wat kan je verwachten op dit channel? Eigenlijk alles maar wat van mijn main channel ook was. Maar dan het Nederlands en minder FIFA. Maar ik zal hier op FIFA in het Nederlands uploaden. Live commentaries van FIFA. Call of Duty probeer ik live commentaries. Ook al zal het waarschijnlijk niet echt heel goed gaan. Aangezien ik niet zo goed ben in live comms. Behalve op Call of FIFA. SSX, UFC... Ik had ook al een paar ideeën van series. Ik ga geen Minecraft serie doen. Ik heb niks tegen Minecraft spelers. Maar ik hou niet zo van het spel. En ik zie niet echt het nut van een spel spelen wat je niet leuk vindt. Maar dat is eigenlijk alles. Ik wou misschien een Skyrim walkthrough. Of niet echt een walkthrough, een playthrough doen. Maar ik weet niet of jullie dat leuk vinden. Want ja, Skyrim playthroughs worden nogal heel veel gedaan. Dus laat het in de comments weten of je dat wil zien. Ja, dus FIFA live commentaries van alles. Laat maar in de comments horen wat je wilt zien. Ik heb heel veel verschillende spellen. Echt heel veel. Ik kan zelfs ook een Assassin's Creed playthrough doen. Want ik heb gezien dat op dagelijks HD vroeger. Toen de tijd echt heel goed in de smaak viel. Dus dan wil ik best een Assassin's Creed Revelations playthrough doen. Maar waarom nou een tweede channel? Nou, ik wil gewoon graag wat in het Nederlands doen. Want mijn eerste channel was Engels. In eerste instantie wil ik mijn tweede channel ook Engels maken en dan dit idee. Maar ik vind Nederlands veel makkelijker om te praten. En ik kan nu ook veel meer om de situatie rondom Nederland praten. Bijvoorbeeld die Engelsen, die boeit het niks als je praat om Geert Wilders. Die alweer eens een stomme regel heeft ingevoerd of die tegen de moslims is. Daar geeft de Engelsen niks om. Dus daarom ook wel. Maar ik hoop dat jullie dat dan leuk vinden. Maar over mijn uploadtijden, ik probeer zoveel mogelijk en zo snel mogelijk te uploaden. Maar aangezien ik ook een main channel heb, zal dat best wel lastig worden. Dus ik zal waarschijnlijk, ik wil proberen om het dagelijks te doen. Maar aangezien dat hoogwaarschijnlijk niet zal lukken, zal ik het om de dag houden. Dus ja, dan kan je hier om de dag blijven kijken en kijken of er een commentary is. En voor de mensen die al gesubscribed zijn, als je een paar mensen kent die het leuk vinden om naar commentaries te kijken, van Nederlandse commentaries, vertel ze over mij, laat ze eens een video van mij zien. Misschien dat ze mijn content ook al heel leuk vinden. En dan krijg ik er ook al abonnees bij en dan hebben zij weer 5 minuten wat plezier in hun leven als ze weer een video van mij zien. Aangezien ik al van die geniale video's maken en zo. Maar in ieder geval dan over de gameplay. Ik ga dus met een MP5 Silenced. En voor degenen die nooit Call of Duty 4 hebben gespeeld. Dat wapen is best wel overpowered. Stun grenades. Frag grenades. En je hebt hier maar 3 killstreaks voor degenen die dus geen Call of Duty 4 hebben gespeeld. Een UAV, een airstrike en een heli. En ik weet nog goed, toen dat tijd was echt van... Wow, ik heb een helikopter gehad. Wat epic. En nu is het echt gewoon... Alle dagen, dus er is eigenlijk helemaal niks spectaculairs meer als je een helikopter hebt. Maar we zijn al bijna aan het einde van deze commentary, want hij was eigenlijk maar 4,5 minuut lang. Dus laat maar weten wat je leuk vond in deze commentary, waar ik op kan verbeteren. Want ja, ik moet wel wat doen met kritiek en ik vat dat meestal wel heel goed op. Plaats het in de comments, abonneer als je niet geabonneerd bent. Vertel je vrienden over mij. En dan hoop ik dat je hebt genoten van deze commentary. Tot overmorgen hoogstwaarschijnlijk. En dan zie ik jullie overmorgen. Tot de volgende keer. En ik moet echt aan mijn outro werken. Dus als jullie nog een goede outro hebben, dan zou ik dat heel fijn vinden. Maar dan tot de volgende keer, jongens. Houdoe.